Willems met een goede voorzet. En daar is Wijnaldum. En die komt hem nog even binnen. Nauwelijks gezien de aanvoerder van PSV. Maar in de vierde minuut van de extra tijd verzorgt hij de Eindhovenaar toch de overwinning. En een puntenrecord in de clubgeschiedenis. Kopbal raak. Oh, wat makkelijk. Wat ontzettend makkelijk voor Wijnaldum. Hoe wil je hem hebben? Zo, je krijgt hem. Hier kan Lantoe absoluut niets aan doen. 2-0. Hakje van Lens, mooi. Hutchinson, ook dat is goed. Wijnaldum, dat is ook goed. Het is zelfs een fraaie treffer. En verdient ook 18e minuut PSV op voorsprong. Mooi binnengeschoven door Wijnaldum, die de doelman verrast. Mertens, steekpaasje, geen buitenspel. Wijnaldum, en dan is het 2-0. 14e doelpunt van het seizoen voor de topscorer van PSV. Tegen 3, als PSV opschiet. Narsing maakt ruimte voor Wijnaldum. Wijnaldum, 16 meter gebied in. Wijnaldum, 2-0. Fraai afgerond door Jorginho Wijnaldum. En daarmee de beslissing, dat mag je er wel over onderstellen in deze wedstrijd. Wijnaldum. Oh, het is 2-0. Uit de draai, goede goal. Jorginho Wijnaldum. Wijnaldum, kan die daarbij? Ja, Wijnaldum weg. Matas, Mertens en Toivonen mee. Wijnaldum kan het ook zelf doen en doet het zelf. Opeens zeeën van ruimte. En de 1-2. En Wijnaldum. De Jong, Wijnaldum. En dan is het dus aan de andere kant wel raak. Wel tegen de verhouding in. Maar daar heeft iedereen bij PSV uiteraard maling aan. Moet vaker scoren, of wat vaak gezegd. Nou, dat doet hij dan bij deze. Willems. Krijgt hem terug van Depay. Geeft hem aardig voor Wijnaldum. Het is 3-2 voor PSV. Ja. Geen buitenspel. Balsen heft dat op en hij maakt.